Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook een heel mooi stuk maken voor de kerst. Zoals je ziet heb ik al een heel mooi frame voor me staan. Daarmee gaan we aan de slag. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dat blijft toch voor alle leuke video's die ik maak. En dan mis je niks. En je zorgt ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dat zou ik super tof vinden. Laat ik even hieronder weten wat je van deze video vindt of wat je graag zou willen zien nog voor de kerst. En wie weet neem ik dat dan nog op en ga ik daarmee aan de slag. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, vind je het onderkopje cursuspakketten. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, hebben we een heel mooi frame. Een mooi industrieel frame, daar zijn jullie al te gek op. Die gaan we eerst bekleden met mos en daarna gaan we hem heel mooi decoreren met lampjes en mooie warme tinten. Dit pakket kan je bestellen in de warme tinten die ik vandaag maak of in het zilver. Dus daar kun je zelf een keuze in maken wat leuk in jouw interieur past. Wees er snel bij, de pakketten gaan echt razendsnel en op is op, dus wil je hem niet missen, je kan een gewenste datum aangeven. Dus. Allereerst bekleden we hem dus met mos. Je kan deze frame natuurlijk op heel veel verschillende manieren opmaken. Maar wat we gaan doen is even mos eromheen doen en dan wikkelen we vast met ijzerdraad. Zoals je ziet hebben we de ster nu helemaal mooi bedekt. We gaan nu lampjes toevoegen. Je kan de lampjes natuurlijk op allerlei verschillende manieren toevoegen. Je kan hem er strak omheen doen. Je kan hem helemaal wikkelen. Dus je kan daar gewoon helemaal je eigen dingen in door. Dat is sowieso met mijn bloemstukken natuurlijk zo. Het is niet zo dat iets goed of fout is. Ik laat jullie gewoon wat zien. En daar kunnen jullie gewoon je eigen ding mee doen. Dus speel daar juist mee. Ik vind het altijd leuk als mensen juist zelf creatief zijn. En daarin hun gang gaan. Ik maak hem er nu strak omheen en dan zet ik het eventjes vast met een krammetje, zodat hij er echt mooi strak omheen komt. Ik maak hem aan de achterkant vast onder het ijzerdraad van het mos. En dan kan je hem er eigenlijk gewoon strak omheen maken. Ik prik hem dan even met een krammetje vast. En dan hebben we natuurlijk echt al een hele gave basis. Je kan dit natuurlijk maken met en zonder lampjes, maar ik vind lampjes altijd heel gezellig in deze tijd. Ik heb mijn huis vol met lampjes en kaarsjes staan, dus ik vind het heel leuk om dat eraan toe te voegen. Maar je kan natuurlijk ook zonder lampjes maken als je zegt van ik vind het minder leuk. En je kan hem dus ook kriskras over elkaar heen doen of alleen in het midden. Daar kan je gewoon lekker zelf mee spelen. Hij komt precies mooi uit qua grootte. En dan gaan we de binnenkant mooi decoreren.
Ook dit kan je op allerlei verschillende manieren doen. Ik ga vanuit binnenuit werken en hem zo alle kanten op laten gaan. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de helft van de ster te bekleden met allerlei materialen. Dus daar kan je echt helemaal je eigen dingen in doen. En dat is zo leuk aan dit pakket. Allereerst begin ik met kerstgroen. Die knip ik in wat kleinere stukjes. En die lijm ik vast op het stuk. Je kan ook eventueel, als je geen lijmpistool hebt, het achter het ijzerdraad doen. En laat hem dus een beetje meelopen met de ster. Als je nou wil dat het mos wat meer zichtbaar is, dan werk je wat korter binnenin. Want het is natuurlijk wel een hele mooie basis. Maar speel daar ook gewoon zelf mee. Pakken we wat bolmos en die brengt diepte in het stuk. En ook deze zetten we goed vast. Met wat lijm en eventueel even met een extra krammetje. Kijk deze mooie basis. Prachtig. Dan ga ik er wat dennenappels aan toevoegen. Zorg dat je een goed lijmpistool gebruikt. Dan heb ik wat Tillandsia. Dit is rode Tillandsia, echt heel mooi. En ik heb een zakje met allerlei natuurlijke materialen. En dit zakje zal bij iedereen een klein beetje verschillen, maar er zit overal echt wat leuks in, wat je kan verwerken. Wat kleine dennenappeltjes zitten hier nog in. Hier zitten toevallig wat sterretjes bij in, maar het kan ook zijn dat er een ander vormpje in zit. En kijk hoe gaaf dit natuurlijke is. En je kan hem natuurlijk verder helemaal decoreren zoals je zelf wil. Je kan er extra glitters aan toevoegen. Je kan het mooi natuurlijk houden. Wat ik ook echt heel gaaf vind. Maar wat ik ook leuk vind is om er een kleine glitter aan toe te voegen. Dus niet te veel. Nu heb ik toevallig eentje waar een stokje aan zit. Maar anders kan je hem gewoon lijmen. Prachtig vind ik het zo. Heel subtiel. En stoer. En het past in elk interieur. Dus dat vind ik heel gaaf. Nu komt het zwarte van het frame op een subtiele manier toch terug in het stuk. En wat ik heel erg leuk vind. Het is een klein beetje fout. Maar wel heel leuk. Is om er een extra vogeltje aan toe te voegen. Je kan hier natuurlijk helemaal je eigen draai aan geven. En heb je een bepaalde kleur in je kerstboom wat je aan ballen er graag bij in zou willen, zou je dat natuurlijk kunnen toevoegen. Maar door die basis en die diepte in het stuk heb je gewoon echt een heel mooi en apart kerststuk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. En dan hoop ik dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ik vind het in ieder geval echt super tof. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Abonneer even gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die er gaan komen. En er komt nog heel veel leuks. Dus als je dan niet wilt missen, dan druk even op die abonneerknop. En je ziet mij de volgende keer weer. Doei!